14.000 eindexamenkandidaten doen morgen het examen Wiskunde B voor de HAVO. Grote kans dat jij er één van bent. Ben je dat niet? Kijk je waarschijnlijk naar het verkeerde NWS-stories eindexamenspreekuur. Heel leuk dat je kijkt. We gaan het dus hebben over Wiskunde B voor de HAVO. En hoe ziet dat examen er normaal gesproken uit? Normaal gesproken heb je dan 18 vragen en heb je best wel wat tijd voor. Namelijk 10 minuten ongeveer per vraag om die vraag te beantwoorden. En gemiddeld wordt er best wel hoog gescoord op dat examen, namelijk een 6,7. En ik heb veel gemiddelders voorbij zien komen, normaal is dat 6,1 of 6,2. Dus een 6,7 is best wel hoog. En gaan jullie dit jaar ook weer zo hoog scoren? We hopen natuurlijk. Wij proberen dat met jou voor elkaar te krijgen. Met twee docenten hier weer in de studio. Ik ga ze aan je voorstellen. Welkom. Ja, wegen succes hebben we hem teruggehaald. Meester Mo, oftewel Mohamed Lasnasny. Um, je geeft de les in Lelystad. Yes. En um, hoeveelste jaar is dit dat je eindexamenklasse les geeft? Dat moet ik even nadenken. Ik, uh, ik, volgens mij de achtste, negende, het kan ook tiende jaar zijn. En je hebt lesgegeven ook aan onze eigen Isrien, mijn medepresentatrice die de andere spreekuren doet. Ja, klopt. En hey, wat is er zo leuk aan wiskunde? Waarom heb je het nog nodig later in het leven? Nou, wiskunde is een vak apart. Een beetje poëzie van de wetenschap. Dus het is een hele... <laughs> De poëzie van de wetenschap. Zo, ja, dat is echt zo. Dat vind ik echt... Ik vind het een, het is een prachtige vak wat als... Ik kan het echt niet meer doorhebben. Maar het is echt, het is echt een vak wat uh, andere vak hem vergemakkelijkt. Het, is, uh, het maakt het ook uh, het vak uh, wat begrijpelijker. Je begrijpt je, wereld, je wetenschappelijke wereld beter. En economische wereld begrijp je ook beter met wetenschap. En in het dagelijks leven, hoe ziet het er dan uit? Wanneer kan ik het toepassen? Ja, het dagelijks leven. Je gaat niet zomaar naar de markt en helemaal wiskunde toepassen. Maar je kan wel een beetje gevoel voor getallen hebben. Wanneer je wordt... Uh, nou ja, geflasht met, uh, met wisselgeld, dus okay. het is... Uh, dus voor je getalgevoel is het goed? Het hartstikke goed, ja. Oké, okay. dankjewel meester Mo. En hier Math with Menno, Menno ja. Lagerwijk. Ja. Onze uh, YouTube-ster. Ja, dat shirt hè, dat ja. heb je altijd aan. Ja, klopt, Heb je klopt. er één van? Ja, dat ik heb je... er één van. Nee, klopt, en ik durf hem dus verder ook nooit aan te doen. Ik doe hem alleen maar aan als ik dus hè, wiskunde dingen ga doen, dan doe ik hem aan. En verder nooit. Ik was hem ook niet, dus je moet zeker ook even afstand houden. Want Mag is ook, ze ruiken uh, beter... aan je? Ja, het, is, het is best oké okay, hoor, het is best oké. Okay, ja. Oh, nou, valt mee. <laughs> Nee, maar klopt. Maar dit is, dit is, ja, en dan herken je me gewoon, hè. Dat is gewoon fijn, dan weet je gewoon, oh ja, dat is Menno. Dus daar, daar draag ik hem voor. Alles voor de image? Precies, zeker. En voor de wiskunde. Hey, ja. En jij geeft geen les meer? Nee, klopt. klopt. Alleen nog maar eindexamen ja. training? Ja, 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 ik geef heel veel eindexamentraining eigenlijk in heel Nederland. Dus ik word er heel veel scholen ingehuurd voor examentraining. Dus ik ben echt elke dag van de week, zeker in deze tijd, met het eindexamen bezig. En daardoor weet ik er ook heel veel van. En wat is nou het domste dat je hebt gehoord op zo'n training? De domste vraag? Nou, mensen vragen zich heel vaak eigenlijk af hoe ze bijvoorbeeld een bepaalde stap moeten zetten, omdat ze het niet zien. En dan zeg ik, maar kijk, het staat er al gewoon. En dan hebben ze ineens zoiets van, oh ja, nu weet ik het wel. Dus heel vaak denken mensen heel erg moeilijk, terwijl wat ze moeten doen er eigenlijk al gewoon staat. Dat is meteen een mooi advies voor morgen. Blijf lezen. rustig, want eigenlijk alles wat je moet weten staat er al. Ja, en een kwestie van goed lezen, dat komt bij elk vak weer terug. Zeker, zeker waar. Ja. 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 Hey, uh, dankjewel, leuk dat je er bent. Dank je. Ja, en ik gaf net wat informatie over uh, gemiddeldes, dus, hoe het examen normaal gesproken eruit ziet, hoeveel vragen je dan hebt. Maar je wilt het natuurlijk weten specifiek over het examen van morgen, van dit jaar. En Mendo gaat jullie daar wat meer over vertellen. Ja, dat is een hele interessante informatie en daar gaan we daar ook nu even mee beginnen. En dat is eigenlijk alles wat we al weten over het examen. En ik ga je hier achter mij een overzicht laten zien van hoe jullie examen van morgen eruit ziet. Je moet even kijken naar de linkerkant. Aan de linkerkant zie je een nummertje staan van 1 tot en met 16. En dat betekent er zijn 16 opgaven. Dus Danny zei net, het gemiddelde is 18. Maar morgen hebben jullie iets minder opgaven. Het zijn er namelijk 16. Nou, kijk we even helemaal naar de rechterkant. Aan de rechterkant zie je de bijbehorende score. En dan kun je dus opzoeken hoeveel punten iedere opgave waard is. Dus je ziet bijvoorbeeld, opgave 1 is 4 punten. En opgave 2 is 5 punten. Nou, qua tijd hadden we het net over gemiddeld 10 minuten per opgave. Ik reken vaak meestal per punt. En per punt heb je bij Wiskunde B ongeveer 2,5 minuut. Dus dat betekent, voor de eerste opgave heb je 10 minuten. Nou, en zo kun je eigenlijk voor iedere opgave bepalen hoe snel je hem moet maken. En dat geeft een beetje een idee van hoe lang een opgave is. En als je nou even naar die rechterkant kijkt, dan vallen er een aantal dingen op. Sowieso zie je dat er een paar korte opgaven zijn. He, je hebt een opgave van 3 punten, een opgave van 2 punten. Dus dat is fijn, dat zijn echt korte opgaven. Een normale vraag is namelijk vier punten of vijf punten. Dus er zitten hier ergens een aantal korte opgaven in. Maar wat je verder ook ziet, is dat er ook een aantal hele grote opgaven zijn. En die zijn juist heel erg belangrijk. En je ziet, we hebben een opgave van zeven punten. Dat is opgave zeven. En die onderin hebben we er zelfs eentje van acht punten. En dat is opgave elf. Nou, dan vraagt iedereen zich natuurlijk af: wat voor soort opgave is dat? Ja, ik heb het examen natuurlijk niet gezien. Tja, anders dan kon ik natuurlijk al die informatie delen. Maar we kunnen wel een klein beetje voorspellen op basis van voorgaande jaren wat voor soort opgaven dit zijn. En meestal gaan die lange opgaven over meetkunde of over goniometrie. Naar meetkunde dan bedoel ik zo'n opgave, je krijgt een heel ingewikkeld figuur... en daar moet je bijvoorbeeld een hoek of de lengte van een zijde berekenen. Dat zou kunnen. En je kunt ook bij de examens van vorig jaar dat soort opgaven zien... en ik zou zeker dat soort opgaven nog even oefenen... want die zouden op op zo'n plek terecht kunnen komen. Maar het kan dus ook goniometrie zijn... en dan gaat het vaak over de grafiek van een sinus of een cosinus. En dan moet je aan de hand van de eigenschappen van die grafiek... bepaalde dingen beredeneren of dingen uitrekenen. Ook daar heb je in het examen van vorig jaar een aantal voorbeelden van. Dus ga dat soort opgaven even bekijken, want die kunnen hier dus zitten. Nou, laatste dingetje wat je moet weten is de verdeling van de punten. En als je een beetje kijkt kun je dat ook wel zien. Je haalt eigenlijk de meeste punten bij dit examen in de tweede helft. De tweede helft heeft de meeste punten, daar zitten de grootste opgaven. En dat is wel erg belangrijk, want de meeste mensen redden het net in drie uur... Om het hele examen af te maken. Dus misschien moet je morgen wel zeggen, ik begin niet bij het begin van het examen. Ik begin niet bij vraag 1. Maar ik begin ergens halverwege. Want dan heb ik in ieder geval genoeg tijd om die hele tweede helft helemaal goed te maken. Waar de belangrijkste punten worden gehaald. En dan ga je pas later de eerste helft doen. Zodat je in ieder geval de grootste vragen goed kunt bekijken. Dat is een persoonlijke keuze. Ik zeg niet per se dat je dat moet doen. Maar weet dit in ieder geval dat je morgen niet verrast wordt aan het einde. Dat je nog twee vragen van zes punten hebt. Want dat zou natuurlijk zonde zijn. Dat is de opbouw van het examen. Stel je vragen nu in de chat. We gaan nu over naar, uh, naar ja, jullie behoeftes eigenlijk. Wat wil jij nog weten? Je prangende vraag, stel hem nu. Uh, we proberen hem uh, hier te beantwoorden in de studio. Um, of via het lightboard waar Menno zo naartoe gaat lopen. Maar ook uh, korte vragen via de chat. Daar staat meester modus nu. Jullie konden ook al vragen insturen via een vragenlijst op Instagram. En dat heeft onder andere Daan, gestaan, uh, Daan gedaan van het Fonds Lyceum in Amsterdam. Hallo, ik ben Daan. Ik zit op het fonds Lyceum en ik doe dit jaar eindexamen HAVO. Mijn vraag was hoe je de hoek moet berekenen tussen twee lijnen. Ja, de hoek berekenen tussen twee lijnen, hoe doe je dat? Menno gaat het uitleggen achter het lightboard. Ja, ik ben hier in de donkere kamer van de studio gaan zitten en ik ga wat vertellen over de hoek tussen twee lijnen. En dan ga ik een klein beetje vertellen hoe je dat op het examen kunt aanpakken. De eerste vraag is: is het belangrijk? Nou, bijna in ieder examen is er wel een opgave waarbij je een hoek moet berekenen tussen twee lijnen. Dus het is zeker wel een vaardigheid die je moet beheersen. Allereerst heb je natuurlijk twee lijnen nodig. Ja, ik ga even twee lijnen opschrijven. Stel je bijvoorbeeld de eerste lijn: i is 2x plus 5. En je hebt als tweede lijn: i is min 3x plus 6. Maar je hebt van die twee lijnen altijd de richtingscoëfficiënt nodig. En de richtingscoëfficiënt weet je alleen als de lijnen staan geschreven in de vorm: i is ax plus b. Hier is dat al zo. Mocht dat nou morgen niet zo zijn, ga dan eerst die formule even omschrijven zodat die in deze vorm staat, want je hebt van allebei de lijnen de richtingscoëfficiënt nodig. En dan doe je het volgende. Je zegt bij de eerste lijn de tangens van alfa is gelijk aan de richtingscoëfficiënt, dus die is gelijk aan 2. Dat doe je ook bij die ander, maar dan gebruik je niet alfa, dan gebruik je beta. Dus bij die ander zeg je dan de tangens van beta is gelijk aan min -3. En wat ga je dan doen? Dan ga je die alfa en die beta uitrekenen. En je kunt die dingen uitrekenen met de rekenmachine. Moet je wel even opletten, want die hoek is altijd in graden. Dus zet je rekenmachine bij dit soort opgaven even in graden. En wat doe je dan? Nou, bij de linker doe je tan-1 en dan tussen haakjes 2. Dus de berekening voor de alfa is tan-1 tussen haakjes 2. En daar komt dan een getal uit. Nou, dat tan-1, met die twee tussen haakjes, moet je niet op je examen opschrijven. En waarom moet je dat niet doen? Nou, sommige mensen, sommige wiskundedocenten, die vinden tan-1 geen nette notatie. Dus ga niet hier opschrijven tan-1 tussen haakjes 2. Want dan kan het zijn dat je punten aftrek krijgt van bijvoorbeeld je tweede corrector. Schrijf dat niet op. Schrijf gewoon meteen op wat er uitkomt En stel je voor, daar komt 60 graden uit, dan schrijf je hier gewoon op. Oké, okay, hoek alfa is 60 graden. Nou, bij die andere doe je hetzelfde, hè? dus dan ga je beta uitrekenen. Dan doe je dus tan-1 en tussen haakjes min 3. Ook dat ga je niet opschrijven, maar je zegt gewoon meteen het antwoord. En stel je voor het antwoord is hier 25 graden, dan schrijf je op beta is 25 graden. Wat doe je daarna? Nou, daarna ga je het antwoord uitrekenen. En voor het antwoord zijn er twee opties. De hoek tussen twee lijnen, die noemen we met de Griekse letter phi. En phi ziet er ongeveer zo uit. En voor phi kun je doen alpha min beta. Maar dat mag alleen als het antwoord kleiner of gelijk is aan 90 graden. Nou, in dit geval is dat gewoon zo, dus dan kun je zeggen, oké, okay, voor 4 doe ik 60 min 25 en dan moet je even uitrekenen wat er uitkomt en daaruit komt 35 graden. En dan heb je die hoek gevonden, maar dit mag dus alleen als de uitkomst van alfa min beta kleiner of gelijk is aan 90 graden. Stel je voor dat die uitkomst groter was geweest, dus stel je voor er had hier 110 graden uit alfa min beta gekomen. Wat doe je dan? Dan heb je per ongeluk de verkeerde hoek berekend, namelijk de stompe hoek. En dat kun je heel makkelijk compenseren, want dan doe je gewoon 180 min dit antwoord. Dus dan zou je op je examen dit opschrijven. Voor 4 doen we 180 min. En dan de berekening van alfa min beta, dus min 110. En dan wordt het antwoord 70 graden. Dus die eerste stappen zijn altijd hetzelfde. Je hebt die richtingscoëfficiënt nodig. En dan doe je tan min 1 van de richtingscoëfficiënt. En voor het einde zijn er dus twee opties. Je kan meteen alfa min beta doen, of je doet eerst alfa min beta. En dan 180 min het antwoord. Eén kleine opmerking nog over die alfa en die beta. Alfa moet altijd groter zijn dan beta. Zo niet, dan kan dit allemaal niet. Dus als je nou bezig bent en je merkt halverwege, hé, hey, mijn alfa is kleiner dan beta, dan moet je gewoon de notatie even aanpassen. Dan maak je die andere alfa. Want je doet altijd groot min klein. Dat zie je hier. Nou, zo bereken je dus die hoek. Die stappen zijn altijd hetzelfde. En ik hoop natuurlijk dat je na dit gezien te hebben dit goed gaat doen. Menno, dankjewel. Ik weet dat we altijd op je kunnen rekenen. Zeker weten. Hey, veel mensen vragen zich af in de chat um, hoe het kan dat jij zo goed een spiegelbeeld kan schrijven. Um, nou, we weten dat je een enorme uh, legend bent, maar zo'n held ben je ook weer niet. We gaan het even laten zien. In de regie zit mijn collega Joep. En Joep, uh, ontspiegel het beeld maar weer eventjes. Want dit gebeurt er dan. Wat wij doen is: um, uh, Menno schrijft gewoon op het glas zoals hij normaal ook schrijft, van links naar rechts. Alleen wij spiegelen dat beeld weer, waardoor jij het gewoon goed kan lezen. Is dus niet iets heel knaps van Menno, maar, iets kn maar meer iets knaps van mijn collega Joep, die in de regie zit. Zo, dat ook weer uitgelegd. Ga ik nu naar de chat. Daar staat Meester Mo. Yes. Wat uh, wordt er allemaal uh, gezegd? Uh, de afgeleide bepalen van een gebroken functie. Die komt echt vaak terug. Uh, goniometrische vergelijkingen is ook iets wat heel vaak terugkomt. Ja, en dat zijn wel dingetjes uh, die uh, nou ja, uit ervaring wel als moeilijk worden ervaren. Dus het zijn wel echt wel terechte vragen die worden gesteld. Dus daar kunnen we zo meteen misschien nog uh, op terugkomen. Ja, wat ik ook veel uh, terug zag komen, is uh, uh, hoe je, uh, even kijken, bijzondere rechthoekige driehoeken, Klopt. hoe je dat moet aanpakken. Klopt. Daar hebben we volgens mij het lightboard voor nodig, of niet? Yes, zeker. zeker. Zullen we ruilen? Ik ga die kant op. Dan gaat de Meester Mo die kant op. En dan wil ik even tegen jou zeggen: gaat het allemaal te snel? Deze livestream is zometeen terug te kijken in zijn geheel op ons YouTube kanaal. En ook super handig, we houden tijdscodes bij wanneer welk onderwerp is behandeld. Dan kan je dus op die tijdscodes klikken en dan skip je gelijk al het onnodige en ga je gelijk naar datgene toe uh, waar jij uitleg over wil hebben. Nou, ondertussen staat Mo achter het Lightboard en ga dus uitleg geven over bijzondere rechthoekige driehoeken. Yes. Uh, er zijn er twee. Uh, de bovenste, dat is de uh, gelijkbenige rechthoekige driehoek. Nou, ze zijn allebei rechthoekig, alleen is deze gelijkbenig omdat de rechthoekzijden even lang zijn. En we hebben nog een bijzondere recht, of, uh, rechthoekige driehoek, is de 30-60-driehoek. Dus dit is dan 60 graden. En de verhouding is bij de uh, gelijkbenige rechthoekige driehoek is de verhouding 1 staat tot 1, staat tot wortel 2. Wat je ermee kan en wat je ermee doet, dat laat ik zo meteen zien. Maar eerst even de verhouding. En hier is de verhouding 1 staat tot 2 staat tot wortel 3. En let op, de rechthoekzijden zijn de 1 en de wortel 3. En de langste zijde is 2. Dus 1 staat tot 2 staat tot wortel 3. Dan wil ik even toch bijzetten, want dat vergissen zich heel veel leerlingen, dat die 1 staat voor de kortste rechthoekzijde. Dit is de. En dit is de langste rechthoekzijde. Dus dit zijn de rechthoekzijden. Nou, stel dat je dus een driehoek hebt waarbij je uh, weet dat... Uh, ik ga hier nog toch nog even voor alle zekerheid de 45 graden erbij zetten. Nou, het is wel logisch omdat dit 90 is, dan moet dit wel 45 dat 45 zijn omdat een driehoek de som van de driehoek 180 graden is. Maar ik schrijf, ik schrijf er toch nog voor alle zekerheid erbij omdat op het examen soms de hoek wordt gegeven en dan moet jij ervan uitgaan dat dit dus een rechthoekige... Een gelijkbenige rechthoek is. Nou, terug naar het verhaal. Stel dat je dus zo'n driehoek krijgt. En die is uh, gelijkbenig. En ze zeggen. Uh, dus dat deze even lang is als dat. En de rechthoekzijde, de langste zijde is gegeven. En die is 5. En de vraag is: bereken de zijde AB? Dan moet jij dus de verhouding kennen. Namelijk dat AB. Ik schrijf hier even de C op. En uh, AC, die zijn gelijk. En dan komt de verhouding, AB, AC en BC, is de verhouding 1 staat tot 1 staat tot wortel 2. En de bijbehorende, de echte zijde van AB en AC, nou, de AB die weten we niet, de AC weten we ook niet, maar we weten wel dat BC 5 is. Nou, hoe bereik je dan de AB? De AB, wat natuurlijk hetzelfde is als AC. Die bereken je door het volgende te doen. Namelijk, je gaat kruisproducten door. Je doet 1 keer 5. En dat deel je dan door wortel 2. Dus het antwoord is 5 gedeeld door wortel 2. Veelvolkomend vraag is bij exact... Dan moet je dit laten staan. Ja, sommigen die zeggen van ja, maar mag je wel een wortel in de noemer hebben? Want in de lessen moesten we dat altijd wegwerken. Nou, op het examen, als dat niet expliciet wordt gevraagd, dus als ze dat niet heel duidelijk vragen, dan hoef je dat niet te doen. Dan is dit al exact genoeg. Dan mag je dit gewoon zo laten staan. Soms dan zeggen ze ja, maar we willen dat je een factor voor de wortel had. Dus dan zeggen ze we willen graag dat je het in de vorm opschrijft van A, wortel B. En wat doe je dan? Je gaat. De teller en de noemer ga je vermenigvuldigen met wortel 2. Dus dan krijg je 5 wortel 2 in de teller, gedeeld door, en dan wortel 2 keer wortel 2 is 2. En als ik nu de deling maak, dus 5 gedeeld door 2, dat is 2,5, en dan blijft er nog een wortel 2 erachter, en dan heb ik hem dus in de vorm die ik hier had staan. En op dezelfde manier, maar ik ga het verhaal nu niet helemaal herhalen, geldt ook voor die 1 staat tot 2, staat tot wortel 3. Snap je hem, Danny? Zeker, dank je wel, Mo. Hey, jullie leggen elke keer alles stap voor stap uit, hè, Menno? En ja. dit is natuurlijk ook hoe je dat in het correctiemodel waarschijnlijk ziet ja, staan. Klopt. Maar stel, je doet het op een andere manier, maar je komt wel tot hetzelfde antwoord. Ja. Krijg je daar dan punten aftrek ja. voor? Hoe nee. zit dat? Nee, nee, nee. Zolang het wiskundig correct is, mag je het op alle manieren doen die je wil. Als je op het goede antwoord uitkomt en je hebt het wiskundig correct gedaan, is het oké. Okay. Maar je moet wel die stappen laten zien. Zeker, zeker. Ik heb wel Eén nuance: je moet wel heel goed kijken naar, mag je bij een opgave wel of niet de grafische rekenmachine gebruiken? Want daar is wel echt een verschil. Hè? Ik, als in de opgave staat dat het algebraisch moet, dat het exact moet of dat je moet bewijzen, dan mag je geen grafische rekenmachine gebruiken. Dus als jij het dan anders hebt gedaan met de GR, is het wel helemaal fout en krijg je nul punten. Dus dat is even de nuance daarbij. Maar zolang je bij de opgave geen GR gebruikt, je werkt alles netjes uit. Je hebt hetzelfde antwoord, krijg je gewoon alle punten. Oké, okay, goed om te weten. Ja. En hey, net had ik het met Mo volgens mij over goniometrie, ja, Als ik het klopt. goed uitspreek, ja, ja. Um, daar krijgen we ook veel vragen ja. over. En heeft dat ook weer te maken met meetkunde? Ik zie ze vaak nee, samen nee, ja, tegelijkertijd. Nee, dat zijn eigenlijk de twee moeilijkste onderwerpen. Samen, samen zijn die twee dingen 40% van het examen. En dat zijn denk ik wel echt de moeilijkste onderwerpen van HV-Wiskunde B. We okay. hebben net een beetje meetkunde gedaan. En we kunnen nu wel iets doen over goniometrie. En dan kan ik daar even wat over vertellen. Nou, volgens mij is het bord inmiddels schoon. Ja. Want mooi mooi even lopen vegen. Zijn jij goniometrieën voor jou ja, hoor? Zeker. Ja, en um, normaal gesproken kan je uh, na dit uh, eindexamen-sprekuur ook PowerPoints downloaden. Dat heb je bij vorige spreekuren misschien gezien. Maar aangezien dus onze docenten alles op het lightboard doen, hebben we geen PowerPoints. Dus je moet het echt zo meteen hebben van uh, de livestream terugkijken. Nou, inmiddels dus uh, achter het uh, lightboard nu Menno. Ja, we gaan het dus hebben over goniometrie. En ik sta net al eventjes in de introductie, toen ik nog bij de laptop stond. Dat goniometrie dus gaat over het oplossen van vergelijkingen met sinus en cosinus. En goniometrie is in zijn eentje ongeveer 20% van het eindexamen. Dus, nou ja, ongeveer één hele context gaat over goniometrie. Bij goniometrie heb je twee onderdelen. Je hebt aan de ene kant vergelijkingen met sinus en cosinus. En aan de andere kant dingen over de grafiek van sinus en cosinus. En dat eerste stukje, dat is het moeilijkste. Vergelijkingen met sinus en cosinus. En dan vooral als je ze exact moet oplossen. Bij het exact oplossen van vergelijkingen met sinus en cosinus kun je gebruik maken van de eenheidscirkel. En zoals je misschien wel weet van mijn video's, mijn cirkels zijn niet zo mooi, dat zie je hier ook, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je morgen op je examen de eenheidscirkel zelf goed kunt gebruiken. En daar wil ik je even een paar dingen over vertellen. Allereerst, morgen op het examen wil ik je adviseren, gebruik de eerste minuut van het examen om zelf even zo'n cirkel te tekenen. En als je net als ik niet zo goed bent in cirkels, neem dan je passer mee. Want dan kun je gewoon in die eerste minuut even heel relaxed een heel mooi cirkeltje tekenen. En dan kun je die eenheidscirkel ook invullen. Even kort daarover, je hoeft hem helemaal niet zo heel heftig uit je hoofd te leren. Ik zal je een paar trucjes laten zien. Allereerst even de buitenkant. Hier aan de buitenkant beginnen we met 0. En dan moet iedereen even uit zijn hoofd weten. De eerste stap is 1 zesde pi. Dan heb je hier 1 vierde pi, daar komt 1 derde pi. En helemaal bovenaan komt een half pi. Als je dit weet, kun je alle andere stukjes van de eenheidscirkel heel makkelijk beredeneren, want het is een hele mooie regelmaat. Moet je kijken. Die andere kant is met hetgene wat aan de overkant staat, steeds samen 1. Dus als dit 1 derde is, komt hier 2 derde pi. Daartegenover komt dan 3 vierde pi. En hier aan het einde, bij 1 zesde pi, daartegenover staat 5 zesde pi. Het is samen 1, dus dan weet je ook meteen de andere kant. Nou, Tegenover 0 zit dan pi. En als we dan naar beneden gaan, dan is het verticaal steeds samen 2 Dus je kunt vanaf hier verticaal naar beneden heb je 1 1/6 pi, want het is samen 2 en dit is 1 1/4 pi. En als je deze naar beneden tekent, dan kom je uit op 1 1/3 pi. Helemaal onderaan moet het samen ook 2 zijn hè? Dat wordt dan uh, anderhalf pi en zo ga je gewoon rustig verder. Ga je hier naartoe. Ook hier is het samen 2 en daar ook en daar ook. Dus dit is 1 2/3 pi. 1 3/4 pi. En hier komt 1 vijf zesde pi. Nou, hier hebben we de buitenkant van de eenheidscirkel. Je hoeft alleen maar het eerste kwartje te weten en dan weet je ook meteen alle andere stukjes. En dan de binnenkant, die moet je ook invullen. Je moet weten dat hier een aantal waarden bij horen. En de eerste waarde die zit hier, dat is een half. Na een half komt een half wortel 2. En helemaal aan het einde komt een half wortel 3. En die waarden zet je overal neer, ze zijn overal hetzelfde. Alleen aan de linkerkant van de x-as en aan de onderkant van de y-as zijn ze negatief. Dus hier komt min een half, min een half wortel 2, en min een half wortel 3. En datzelfde principe geldt hier. Een half, een half wortel 2, en een half wortel 3. En hier aan de onderkant, ik zal eerst die lijntjes nog even voor jullie tekenen. Dus die loopt zo, deze loopt zo, en deze loopt daar. En aan die onderkant krijg je dan ook min een half, min een half wortel 2, en min een half wortel 3. Oké, okay, dit ga je zelf tekenen. In de eerste minuut van je examen ga je dit doen. Je ziet, ik praat er ondertussen gewoon bij. Je kan het super snel tekenen. Dus doe dat, want je gaat het echt heel vaak gebruiken. Wat jij er ook even bij moet zetten, ga ik ook even voor jullie doen, is een aantal coördinaten. En die coördinaten zijn als volgt. Hier zijn de coördinaten 1,0. Zo. Hier aan de andere kant zijn de coördinaten min 1,0. Bovenaan zijn de coördinaten 0,1. En helemaal aan de onderkant zijn de coördinaten 0, min 1. Zet deze er ook even bij. En als je dan dit in de eerste minuut van je examen opschrijft, dan kan goniometrie niet echt fout gaan. Eigenlijk. Oké, okay, ik ga je even een voorbeeldje demonstreren. Nou, we gaan even een vergelijking oplossen. En de opdracht is los op op het interval van 0 tot 2π. Oké, okay, de vergelijking die we gaan doen is de sinus van 4x min 1 derde π is gelijk aan 1. Nou, deze vergelijking moeten we oplossen. En hoe werkt dit? Nou, als je die eenheidscirkel hebt, dan heb je de x- en de y-as. En die x-as van de eenheidscirkel, die gaat over de cosinus. En de y-as van de eenheidscirkel, die gaat over de sinus. Dus hier staat de sinus, dat gaat over de y-as. En bij de y-as zoeken we 1. Wat doe je dan? Dan pak je gewoon het eerste blaadje van je examen erbij. Want daar heb je deze getekend. En dan kijk je op de y-as bij 1. En hé, hey, daar hadden we die coördinaten bij gezet, hè. Zie je hier bovenin staan? Daar staat de y-coördinaat is 1. Dus dan weet je, die i-coördinaat is 1 bij een half pi. Dan noteer je dit. Je zegt 4x min 1 derde pi is een half pi plus k keer 2 pi. Wat doe je? Je haalt de sinus weg. Wat tussen haakjes staat schrijf je over. En daarachter zet je neer, we hebben afgelezen een half pi. En daarachter doe je plus k keer 2 pi. En die k keer 2 pi die komt van, als je hierboven bent, moet je een heel rondje draaien... En dan ben je weer op de plek waar de sinus gelijk is aan 1. Nou, we hebben nu dit, nu gaan we dit verder oplossen. De min 1 derde moet naar rechts. 1 derde en een half samen, dat kun je bij elkaar optellen. Dat wordt 5 zesde. Dus dan krijgen we 5 zesde plus k keer 2 pi. En dan moeten we alles delen door 4. En als je alles deelt door 4, dan moet je de 5 zesde en de 2 delen door 4. Nou, als je deelt door 4, dan wordt dat 5 24ste pi. En die 2 gedeeld door 4 wordt een half pi. Dan heb je dus dit, maar dan ben je bijna klaar. Eén dingetje nog. Je moet nog even de antwoorden uitrekenen die hier uitkomen. Die zitten tussen 0 en 2π. Dus je gaat voor de k getallen invullen. En je mag alleen maar zulke getallen invullen dat het antwoord uitkomt tussen 0 en 2π. Oh, en de k is altijd een geheel getal, maar het mag ook negatief zijn. Dus de k is bijvoorbeeld 0, 1, 2, 3, maar ook min 1, min 2, min 3, etcetera. Nou, wat gaan we doen? Ik zou zeggen: begin altijd met k is 0. Als de k 0 is, ga je hier 0 invullen. 0 keer een half pi is 0. 0 plus 524 is 524 pi. En dat zit tussen 0 en 2 pi in, dus dat mag. Dus dan zeg je: hey, het eerste antwoord dat ik heb gevonden is 524 pi. Dan ga je naar de volgende k. Na 0 probeer je 1. Nou, als je 1 invult, ga je gewoon even met de rekenmachine uitrekenen. Kom je uit op 1724 pi. Dat is ook goed, dus die kunnen we opschrijven. En zo ga je gewoon door. Je gaat allemaal waarden van k invullen, net zolang totdat je niet meer verder kunt. Nou, de volgende k, k is 2, geeft x is 1, 5, 24ste pi. Als je dan k is 3 invult, krijg je x is 1, 17, 24ste pi. En als je dan voor de k 4 invult, dan wordt het te veel. Want 4 keer een half is 2, met een beetje erbij is sowieso meer dan 2, dus dan weet je, conclusie, ik ben klaar. Nou, dit is nu de oplossing van de goniometrische vergelijking en zo moet je het op je examen ook opschrijven. Dus die waarde van k hoeft er niet bij. Je mag gewoon meteen dit zeggen, dit zijn de antwoorden en op deze manier heb je het berekend. En dit is een belangrijk onderdeel. Hè? Ik heb nu even kort in een paar minuten zo'n voorbeeldje laten zien. Maar als je nou denkt, nou ik vind het super lastig, dan moet je hier wel even in verdiepen, want dit is dus 20% van je examen. Bekijk dan gewoon even een paar van die uitlegvideo's, dan laat ik het stapje voor stapje zien. Want je moet dit gewoon heel veel kunnen, want anders kost je dat heel veel punten. Dankjewel Menno. Helemaal prima. Uh, prima. <laughs> Sorry, ik vind dit zelf te grappig. Um, we krijgen heel veel. Uh... Comments met gewoon uh, wat termen, maar wees even specifiek als je een vraag hebt. Dus drop niet gewoon iets als goniometrie, maar ook wat je erover wil weten. Want hoe specifieker de vraag, hoe beter wij er antwoord op kunnen geven. Tenminste de docenten. Um, en een van die docenten is natuurlijk Mo. <laughs> Jij vond mijn grap wel leuk toch? Ja, ik, ik moest echt lachen. Ik zag het inderdaad, mm -hmm. ja. Hey, uh, <laughs> over die grafische rekenmachine. Hè? Yes. Want uh, volgens mij is er uh, veel stress over hoe je die in examenstand zet. Ja, maar die stress is onterecht, want... Uh, de vakdocenten die zullen daar echt wel uh, rekening mee houden. Dat heel veel leerlingen dat niet weten. En dat het in de zaal nog door de, de vakdocenten zelf worden gedaan. Dus dat moet je echt uit je hoofd zetten. Je moet daar niet over na gaan denken. Want dat is echt onnodig stress. Oké, okay, helder. Ik uh, kijk weer eventjes op uh, het scherm. Ik zie veel dingen over domein en bereik. Yes. Kan je daar wat mee? Jazeker. Even naar het uh, lightboard. En dan, Let's go zou uh, gaat ik het zeggen. Goed komen. Ja, en gaat het allemaal dus te snel. Je kan alles dus terugkijken na afloop. Oh, en ondertussen moet het scherm nog even schoongemaakt worden. Ja, ik ben dus, echt uh, heel hard aan het vegen hier. Ja? ja, ik zie dit. Maar dit is net als cirkels tekenen. Het is gewoon allebei niet mijn kwaliteit. Nee. Nou, ik vond het best wel mooi eigenlijk. Ja, nou dank je. Dank je. Dat is wel wat fijn. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe hartjes eruit zien als jij die tekent. Ja, ja, dat vertel ik na de uitzending wel even. Ja, dan ja, lijkt het volgens mij iets anders. Oké, okay, hey, uh, van... maar goed. Ja, het... Lekker doorvegen. We gaan het dus ja. hebben over... Domein en bereik. Je loopt door mijn beeld, maakt niet uit. Ja, sorry. Ben je klaar voor, Mo? Uh, ja, ja, Menno, die kan ook niet vegen. Nee. <laughs> Grapje, Menno. Nee, uh, ja, domein en bereik. En heel vaak heb je dat bij, uh, bij de wortelfunctie. En uh, ik schrijf even een wortelfunctie op. Niet met een witte pen, want die doet het niet. Uh, Kijken of die blauwe doet. Ja, deze is mooi. Stel dat je een functie hebt als uh, volgt, namelijk uh, 3 plus 2 keer de wortel van uh, x min 5. Laten we gek doen. En um, een domein is eigenlijk een, uh, een deftig woord voor wat kan x allemaal voor waarde hebben, dus je x-range, wat kan, kan je voor een wortelfunctie alle x's invullen. En zo niet, nou, dan heb je een beperkt domein en kan het wel, dan heb je een uh, x wat voor alles kan, dan schrijf je op r. Hè? Dat, dat is je domein. Um, in dit geval, omdat we een wortelfunctie hebben, we weten dat als er onder de wortelteken een negatief getal komt, dat we een probleem hebben en dat je dan geen i-waarde krijgt. Dus als je een domein wil bepalen van functie f, wat doe je dan? Dan ga je zeggen van, oké, okay, alles wat onder de wortel staat, in dit geval x 5, moet groter of gelijk aan 0 zijn, want het mag ook 0 zijn. Vervolgens los je dit op, in dit geval heb ik een makkelijk voorbeeld voor gekozen. Dus je zegt x moet groter of gelijk aan 5 zijn. Je mag officieel gezien, als er alleen maar wordt gevraagd wat is domein, dan mag je zeggen domein f, dus df, dubbele punt, en dan mag je het op deze manier schrijven. Misschien heb je het in de les vaker in een andere notatie moeten schrijven, namelijk df, en dan krijg je eerst de 5 en dan de pijl. En dan let je heel goed op dat 5 wel meetelt, dus inclusief 5 gebruik je zo'n rechthoekig haakje. En een pijltje gebruik je een open interval, dus dan gebruik je zo'n haakje. Dit is het domein. En het bereik, ja, een tip bij bereik is altijd maak een plot. Maar ik ga je het ook aan de hand van de functie zien. Bij bereik maak altijd even een plot. Oftewel. Plot het in je grafische rekenmachine. En uh, ik kan je wel vertellen dat op het moment dat de vermenigvuldiging voor de wortel een positief getal is, dus je hebt hier een plusje in plaats van een minnetje, dat je altijd de grafiek hebt groter dan het getal wat er los staat. Dus ik schrijf het op: bereik van f kan ik meteen uit deze functie aflezen, namelijk het is 3 en groter. En stond hier een minnetje. Dan was het pijltje andersom. Dus ik ga hem even hieronder of met een andere kleur. Ik hoop niet dat dat een moeilijke wegvegen wordt, want dat gele gaat heel moeilijk weg. Maar stel dat hier een minnetje stond, dan was het bereik namelijk pijltje naar links tot en met 3, zeg je dan eigenlijk. Dus daar moet je gewoon eventjes op letten. Dankjewel, Mo. Als ik zeg optimaliseren, dan krijgen jullie waarschijnlijk rode vlekken in je nek, acne al over, wat dan zorgt voor veel stress in de chat. Menno, vorig jaar ja, schijnt jij gezegd nou, te hebben... Nou, zeg dat. Ik wou er zelf over beginnen, maar jij weet dit nog. Hè? Ja, dat ja, optimaliseren precies. niet in het examen ja, komt. Ja, over, over stress gesproken. Ja, 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 ja hoe ja, zit dat ja, dit jaar? Ja, ja. Nou, wat ik heb gezegd vorig jaar, en ik sta wel nog steeds daarachter, ook al was het ook voor mij heel pijnlijk. Maar ik heb vorig jaar gezegd dat je er geen aandacht aan moet besteden, omdat het eigenlijk niet in het examen voorkomt. Dus het zit wel in het programma, maar het zat er eigenlijk niet in. En zal je net zien, hè, duizenden mensen hadden dit gezien. En ja hoor, vorig jaar, verdomd. Vraag 5: optimaliseren. Ja, dus het kan erin voorkomen, dat is waar. Maar ja, eerlijk gezegd, ik sta nog steeds achter wat ik vorig jaar zei. Ook nu, het was maar vier punten van de 70 of 80. Dus dat is echt een heel klein stukje. En optimaliseren is gewoon best wel moeilijk. Dus als jij nu de avond voor je examen thuis zit en jij denkt: optimaliseren, wat nu? Doe dan hetzelfde als vorig jaar. Laat het gewoon zitten. Als het erin komt, nou ja, weet je, dan mis je die vier punten. Als jij een voldoende moet halen om te slagen, dan ga je die vier punten echt niet missen. Dus focus je gewoon op de belangrijke dingen. Oké, okay, dus we gaan er even geen aandacht aan besteden nee. op dit moment. Ja, inderdaad. we kunnen veel beter onze tijd gebruiken voor andere dingen. Zoals? Ja, ja. Nou, ik krijg heel veel vragen hier bijvoorbeeld over hoe je nou zo'n ingewikkelde meetkundevraag goed kunt aanpakken. En daar heb ik een heel mooi stappenplan voor, dus daar wil ik wel even een aantal dingen over vertellen. Kijk, we houden van stappenplannen. Ga je gang! Zeker. Ja, en Ben je trouwens benieuwd ondertussen, hey, wanneer zijn de andere NOS Stories eindexamen spreekuren? Um, hieronder, maar ook op het community tabblad, zie je het rooster. Dan weet je precies welk uh, spreekuur wanneer is. Dan staat Menno ondertussen achter het lightboard. Ja, zeker. Hey, we gaan het hebben over uh, meetkunde. En heel belangrijk bij meetkunde is dat je heel goed weet welke technieken je kunt gebruiken. Ik heb het nu even over opgaven waarbij je een figuur krijgt. Een heel ingewikkeld figuur. En in dat figuur moet je bijvoorbeeld een hoek of een zijde berekenen. En dit zijn ook een soort opgaven waarvan ik in de intro zei dat ik verwacht dat dat die 7 of 8 puntsvragen zijn. Dat zijn echt belangrijke opgaven en je moet jezelf daar goed op voorbereiden. Hoe kun je dat doen? Nou, het eerste wat je even goed moet weten is welke technieken moet ik in ieder geval beheersen. Er zijn heel veel meetkundige technieken, maar ik wil de 5 belangrijkste even met je doornemen. Nou, eerst even een paar basisdingen die je eigenlijk in de onderbouw hebt gezien. De eerste techniek die je goed moet kennen is Pythagoras. Ik ga het ook even opschrijven, want dan hebben we zo meteen een heel mooi overzichtje. En van Pythagoras moet je weten dat je hem alleen maar kunt gebruiken in een rechthoekige driehoek. Dus als jij op je examen een ingewikkeld figuur krijgt en je hebt geen rechthoekige driehoek, dan weet je meteen Pythagoras valt af. De tweede techniek die je goed moet beheersen voor het examen is Soscastoa. Soscastoa zit heel veel in de derde, hè. dat gebruik je in de bovenbouw eigenlijk niet zo veel. Maar Soscastoa is ook belangrijk voor het examen. Want er zijn altijd wel situaties waarin je Soskal-Stoa kunt gebruiken. Denk eraan, Soskal-Stoa staat voor sinus is overstaand gedeeld door schuin, cosinus is aanliggend gedeeld door schuin en tangens is overstaand gedeeld door aanliggend. En ook deze techniek kun je alleen maar gebruiken in een rechthoekige driehoek. Nou, de derde techniek die je voor je examen moet weten, dat is de techniek die Mo eerder in de stream heeft uitgelegd. En dat is de techniek die gaat over de bijzondere rechthoekige driehoeken. Dus techniek nummer drie gaat over die bijzondere rechthoekige driehoeken. En wanneer kun je die techniek gebruiken? Dat kan alleen maar als je echt letterlijk die driehoeken hebt. Dus we hadden die driehoeken hier net staan, hè? 30, 60, 90 en 45. 45, 90. En je mag ze dus alleen maar gebruiken als je echt dat hebt. Dus ik zie vaak leerlingen in mijn examentrainingen, die zien een figuur en die denken... ...hé, hey, die hoek lijkt wel 45 graden. Nou, zodra je dat denkt, is het fout. Dat is namelijk niet zo. Het moet echt overduidelijk 45 graden zijn. Hè? Het moet erin staan. Of je moet dat hebben uitgere uitgerekend. En pas als dat zo is, dan mag je die techniek gebruiken en kun je met die verhoudingen de andere zijde berekenen. Dan zijn er nog twee technieken die ik wil bespreken. En de eerste van die twee, dat is de sinusregel. En dat is eigenlijk een van de meest gebruikte technieken. Nou, de sinusregel die moet je uit je hoofd weten. Hè? A gedeeld door sinus alpha is B gedeeld door sinus beta is C gedeeld door sinus gamma. En die sinusregel die kun je gebruiken in elke driehoek. Het maakt dus niet uit of hij rechthoekig is of niet. Het kan allemaal. Je kunt gewoon in zo'n situatie de sinusregel gebruiken. En wat heb je nu in ieder geval nodig voor de sinusregel? Nou, die sinusregel bestaat dus uit allemaal breukjes, hè. Die eerste breuk is A gedeeld door sinus alfa. En die tweede breuk is B. B gedeeld door de sinus van beta. Dan heb je ook nog C gedeeld door de sinus van gamma. En als je de sinusregel wil gebruiken, heb je in ieder geval zo'n compleet breukje nodig. Dus je hebt in ieder geval A sinus alfa nodig of B en de sinus van beta. Heb je dat niet, dan kun je de sinusregel niet gebruiken. En die A en die alfa die zitten tegenover elkaar, hè? Als je hier alfa hebt, zit A aan de overkant, dus je hebt zeg maar een hoek nodig en de overstaande zijde. Dan de laatste techniek, techniek nummer 5. En techniek nummer 5 is de cosinusregel. Nou, de cosinusregel lijkt heel erg op de sinusregel, want ook die kun je gebruiken in een gewone driehoek. De cosinusregel is wel wat flexibeler, die kun je in verschillende situaties gebruiken. Want voor de sinus heb je een hoek nodig en de overstaande zijde. Maar voor de cosinusregel is gewoon twee zijden en een hoek al genoeg. Dus krijg jij een driehoek met twee zijden en een hoek, dan moet je meteen denken, ik kan hier de cosinusregel gebruiken. Een andere situatie waarin je de cosinusregel kunt doen, is als je drie zijden hebt. Dus krijg je op het examen een driehoek met alle drie de zijden, dan moet je meteen denken: ik gebruik de cosinusregel. Nou, wat zijn nu de stappen die je op je examen kunt zetten? Die zal ik ook even voor je opschrijven. Want dit zijn dus de vijf technieken die je eigenlijk altijd gebruikt. En welke stappen moet je nou zetten bij zo'n ingewikkelde meetkundevraag? Nou, stel je krijgt morgen zo'n ingewikkelde vraag met zo'n heel groot figuur en je moet allemaal dingen uitrekenen, wat ga je dan doen? Nou, sowieso moet je rustig blijven. Iedereen kan bij zo'n opgave punten halen. Iedereen. Ook als je niet zo goed bent in wiskunde, ook dan kun je gewoon twee of drie punten halen. Wat ga je doen? Je gaat eerst even kijken of je simpele dingen kunt uitrekenen. Wat bedoel ik daarmee? Stel je voor dat je een driehoek hebt. Je weet twee van de drie hoeken. Dan kun je die derde hoek ook berekenen door gewoon te doen 180 min die andere twee. Dus ga jezelf eerst even focussen op van die simpele kleine dingetjes. En geloof mij, die zitten er altijd in. Je hebt altijd wel een driehoek waar je twee hoeken van weet. Of als je een lijn hebt dat je de ene kant weet en dan is die andere 180 min. Ja, dat soort principes kun je gebruiken. Even wat simpele dingetjes uitrekenen. En als je dat gedaan hebt, dan ga je naar de volgende stap. De volgende stap is, kijk in dit lijstje en kijk gewoon per techniek of je hem kunt gebruiken. Dus dan moet je denken aan de vijf technieken die we nu bespreken. Dus als je daar morgen zit, denk aan dit moment. En dan ga je voor jezelf gewoon kijken van, oké, okay, de situatie die ik heb, kan daar Pythagoras? Nou, heb je een rechthoekige driehoek? Ja of nee? Wil je een zijde weten? En aan de hand daarvan kun je bepalen of Pythagoras kan. Zo niet, ga je naar Soskastowa. Heb je een rechthoekige driehoek? Kun je daar iets mee? Dan kun je Soskastowa gebruiken. Zo niet, dan ga je hierheen. Nou, en zo ga je ze gewoon één voor één af. En dan zul je op een gegeven moment merken dat je een bepaalde techniek hebt die je kunt gebruiken. Ja, bijvoorbeeld Pythagoras of de sinusregel of de cosinezegel. En dan ga je die techniek uitvoeren. En dan zul je zien dat je weer nieuwe dingen weet. En dan kun je daarmee verder. Dus begin met de simpele dingen in die vraag. Er zijn altijd simpele dingen die je kunt uitrekenen. En dan ga je gewoon de technieken één voor één langs. En dan zul je zien dat je er echt wel uitkomt. Dankjewel, Menno. Weet je trouwens uh, van wat voor hoek uh, wiskundedocent het warm krijgen? Ja, de hoek van 90 graden natuurlijk. De rechte hoek. Juist, ja. hij weet juist, hem. De klassieker. Juist, tuurlijk, tuurlijk. Heel goed. Die ken ik wel. <laughs> Hoeken, doet me denken aan iets, uh, Danny. Ja. ja, ik zal niet te dichtbij staan. Ik ga. Even <laughs> vertel. Nee. Hey, uh, wat zie je allemaal binnenkomen in de chat? Ik zie uh, gigantisch veel vraag over transformaties. Dus ik denk dat dat wel best wel belangrijk is. Dat we die even benoemen en hoe dat uh, in zijn werk gaat. Oké, okay, en ook veel exponentiële groei. toch? Yes, ja, die ook. Die is ook heel belangrijk. En daar hoort ook de verdubbelingstijd, halveringstijd. Ook die komt heel vaak terug. Dus en exponentieel en die verdubbelingstijd, halveringstijd. Dat kan ik als gezamenlijk ding kan ik dan wel met ze doornemen. Oké, okay, als één pakketje. Als één pakketje. Ik zou zeggen, lever het de mensen. Thank Laten you. we switchen. We gaan switchen. Ja, wel leuk. Dat wiskundedocenten ook humor dus hebben, Menno. <laughs> toch? <laughs> Het is toch ja. een vooroordeel hè, wat je dan weer hebt, zeker, dat dan weer zeker. niet blijkt te kloppen. Ja. 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 Of we vinden jouw humor gewoon leuk, Danny. Dat zegt ook iets over jouw humor. Ja, dat kan ook. Ja. Oké, okay, wat zeiden we? Ja, exponentiële groei. Uh, pak ik weer een pen, wat geweldig mooi doet. Ik uh, pak die rode. Dus, uh, exponentiële groei. Dan heb je een paar dingetjes. Ik kort het even af. Uh, de algemene formule is N is B keer G tot de macht T. En heel vaak op examens komt het dat je de groeifactor moet berekenen. Um, dan zijn er twee punten gegeven, of in een grafiek, of in een context. Maar die, die groeifactor. Dus stel dat ik even twee punten benoem als uh, 3,100 en uh, 6,10. Dat zijn twee punten in een assenstelsel. En je moet de groeifactor berekenen. Dan zeg je de groeifactor per Drie stappen, want die gaat van x is 3 of van t van 3 naar t is 6. Dat zijn drie stappen. Dus de groeifactor per drie stappen is, en let op, altijd beste mensen, nieuw delen door oud. We zien te vaak op examens dat het verschil wordt genomen, dat het 10 min 100 wordt gedaan. Maar het is echt 10 gedeeld door 100. Dat is de groeifactor per drie stappen. Vervolgens zet je het om naar groeifactor per één stap. En ook hier weer in de volgende stap wordt zo vaak de fout gemaakt dat men het deelt door die drie stappen. En dat moet je ook niet doen. Je moet die 10 gedeeld door 100 moet je tot de macht 1 derde nemen. Nou, hier komt een getal uit wat tussen 0 en 1 zit. Want het is een afname, dat zie je heel duidelijk. Hij gaat van 100 naar 10. Dus het is een afname. Stel dat je in deze opdracht iets zou uh, krijgen over halveringstijd. Want je kan geen verdubbelingstijd krijgen bij een afname. Het eerste wat jij meteen op je toetsblad moet opschrijven is g tot de macht t is een half. En bij een verdubbelingstijd, bij andere voorbeelden, wordt dat dus natuurlijk een twee. Dit is het eerste wat je moet opschrijven. Vervolgens ga je weer terug in de tekst en dan ga je kijken van wat is nu gegeven? Is de groeifactor gegeven of is de tijd gegeven? En als de groeifactor is gegeven bijvoorbeeld in percentage, dus er staat iets neemt per jaar, ik schrijf het even hierop. Per jaar neemt iets toe met, oh nee, het is een afname, neemt het af, hè, per jaar met uh, 5% afname. Dan uh, is de groeifactor, hè, je hebt een afname van 5%, dus dan is de groeifactor in dit geval, uh, ga ik het even helemaal uitwerken, 100 min 5. Gedeeld door 100, dat is dus 0,95. Dus dan wordt de formule, de vergelijking wordt dan 0,95. Dat is de groeifactor. Tot de macht t is een half. Dat, dan heb je dus eigenlijk al een mooi punt gescoord. Puur en alleen maar omdat je de formule weet en dat is leerwerk. En hoe je dit oplost, dan lees je weer even de vraag. Want staat er bereken algebraisch, dan mag je geen optie intersect gebruiken. Maar als er niks staat op bijvoorbeeld bereken, dan mag je hier I1 is 0,95 tot de macht x. En I2 is een half. En dan ga je optie intersecten. Ik hoorde in de vorige stream bij wiskunde A heel vaak de term numeric solver. Die mag je ook gebruiken, maar dan beschrijf je hoe je dat hebt gedaan. Sommigen werken daarmee, anderen niet. Moet dit wel exact of algebraisch, dan zeg je T is... De 0,95 is de groeifactor, dus die schrijf je hier klein op en dan gebruik je de log. En dit is je exact antwoord. Moet het algebraisch zijn, mag je ook afronden. Dan rond je dat getal ook nog eens af. Dat was het wel een beetje, Danny. Dankjewel, Mo. Um, we hebben nog een klein kwartiertje en we hebben nog echt heel veel vragen. Maar de uitleg duurt natuurlijk iedere keer best wel lang. Dus. Um, ik zou, als ik jullie was als kijker, zou ik gewoon uh, met z'n allen een soort van pakt sluiten. Van welke vragen jullie echt nog beantwoord willen hebben. Uh, die dan gezamenlijk met z'n allen collectief in de chat droppen. En dan gaan we dit er nog eventjes uitpikken. Het oh, nee, laatste kwartiertje. Sorry, nee, Danny, die transformaties die kwamen al gigantisch vaak uh, terug. Dus ik weet niet of je dat. Uh... Ja, wil je dit, wie, die gelijk doen? Ja, zeker. We nou, zijn nu met z'n tweeën aan het uh, vegen, dan kom je ook lekker in beeld. Dan pakken we daarop door. Ja, kijk, dat is wel leuk om even te zien, een ja, soort uh, backstage uh, beeld. Uh, daar uh, even kijken, die andere kant. Uh, even kijken, is dat links of rechts? Ja, het beeld is gespiegeld, dus ik weet het even niet. Maar dat is in ieder geval onze uh, regisseur/eindredacteur Jasper. Applausje voor Jasper, jongens. Die helpt gewoon mee met vegen. Ook niet de, de beroerdste. Gewoon handen uit de mouwen. En uh, die zorgt ah, ervoor dat het bord schoon is. Thanks, yes. Uh, en, uh, een heel specifiek vraag over die transformaties is... maar wanneer moet je wat gebruiken? En zo'n vraag krijg je meestal als er een, uh, een eindvorm is gegeven. Uh, laten we een stukje gonio doen. Dus er is een eindvorm gegeven. fx is 3 plus 2 sinus. Dan haakje openen, 5. Haakje openen, x min 3. Haakje sluiten, haakje sluiten, dit is een, een eindvorm. En dan, vraagt, uh, dan vragen ze vanuit de standaardformule. En de standaardformule is dan i sinus is x. Wat zijn dan de transformaties? En wat verstaan we onder transformaties? Dat zijn vier dingetjes. Ik kort het even af: Het eerste is, uh, nou ja, in uh, willekeurige volgorde, is uh, horizontaal verschuiven. Wordt met een moeilijk woord ook wel transleren genoemd. Nou, dus dit wordt ook wel transleren genoemd. Je hebt een verticale verschuiving. Je hebt een vermenigvuldiging. Vermenigvuldiging. Ten opzichte van de x-as. En je hebt vermenigvuldiging. Ten opzichte van de y-as. Met een bepaald factor, met een bepaald getal. Nou, oké. Okay. We, we hebben dus die i-sinus I x. En we gaan vanuit die i sin x. Gaan we het zo opbouwen naar die fx. Als ik eh, dubbele haakjes zie. En daar worden meestal eh, de, de, de fouten gemaakt. Dan weet ik zeker dat ik eerst moet gaan vermenigvuldigen ten opzichte van de i-as. Voordat ik ga verschuiven horizontaal. Want. Deze zegt iets over vermenigvuldigen ten opzichte van de i-as. Dat ga ik nu even opschrijven. Dus het eerste stap wat ik ga doen is verm. Ik kort het even af, i-as met, let op, hier staat een vijfje. En met i-as is dat zo ingewikkeld. Dan doe je 1 vijfde. Dan krijg je I is sinus 5x. En dan. Um, kan je dus die translatie doen, dus die horizontale translatie? Want let op wat er nu gaat gebeuren. Als ik nu horizontaal ga verschuiven, dus horizontaal transleren, en hoe doe ik dat? Dat doe ik met, er staat een min 3, dus let op, dat is dan dus 3 naar rechts. Ik weet even niet of dit naar rechts, nee, dit is voor jullie ook naar rechts. Uh, dus je gaat 3 uh, dus naar rechts, dan krijg je, i is sinus. Haakje openen. 5. En dan vervang je de x door x-3. En vandaar dat je dan die dubbele haakjes krijgt. Want je vervangt namelijk de variabele x, vervang je door x-3. En nu blijven die 3 plus 2, die blijven daar nog over. Hier staat een 2 keer sinus. Dan kan je zeggen: Weet je wat? Dan ga ik, uh, dan, dat is wel belangrijk dat je eerst gaat vermenigvuldigen ten opzichte van de x-as. Vermenigvuldig x-as met 2. Dan krijg je i is 2 keer. Sinus, 5x-3 en als laatste, en er zijn meerdere wegen naar Rome, er is echt wel een andere uh, weg te vinden die ook goed werkt, maar dit is lijkt mij het logische, logische opbouw. En dan ga je dus uh, verschuiven omhoog, dus uh, 3 omhoog. En dan krijg je dus je fx. En dat is dus 3 plus 2 keer sinus, haakje openen, 5 haakje openen, x-3, haakje sluiten, haakje sluiten. Dat was hem Danny. Dankjewel, Mo. Ja, men ik zie jou al lekker uh, reageren overal op in de chat. En ook heel ja. handig dat je zelf al veel filmpjes hebt gemaakt ja, waarnaar je kan verwijzen. Ja, 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 ja. Dus uh, ja. mocht het hier nog ja. niet behandeld kunnen worden binnen het spreekuur, dan Precies. kunnen ze zo meteen naar jouw kanaal. Zo is het, zeker weten. Ja, kunnen ja. dus ze de hele avond doorkijken. En nacht. Wat is nog iets wat we nou... We hebben nog ruim 10 minuten. Wat ja. moeten we nog echt... Even doen. Nou, er worden heel veel dingen gevraagd over asymptoten en over logaritme. En dat kunnen we eigenlijk best wel mooi uh, combineren met elkaar. Dus daar kunnen we het nog even over hebben. Oké, okay. ja. dan moeten we even wachten, want volgens mij er zijn het nog druk bezig met ja, vegen. Er is heel veel tekst gegeven. Ik ga je eens wel even iets anders vertellen, want er was ook hier een algemene vraag over. Wanneer moet je nou in je rekenmachine wisselen van graden naar radialen? En dat is super belangrijk, dus dat kan ik hier wel even vertellen. De graden gebruik je bij meetkunde, zoals ik het net heb uitgelegd. Dus je krijgt een figuur, een driehoek of een cirkel, en je moet iets uitrekenen, een hoek of een zijde. Dan moet je rekenmachine in graden. En bij dat eerste wat ik heb uitgelegd over goniometrie, dan moet je in radialen. Dus doe je iets met de grafiek van sinus of cosinus of met vergelijkingen met sinus of cosinus, dan moet je er meer radialen zetten. Dus dan moet je even switchen. Dus let daarop tijdens je examen en je merkt ook wel als je met de vraag bezig bent en je hebt verkeerde instellingen, krijg je hele rare antwoorden. Dus het kan eigenlijk ook niet missen, maar ik zie toch elk jaar wel iemand die het verkeerd heeft ingesteld. Dus wissel op tijd. Maar eigenlijk als je dus een antwoord ziet wat, niet, wat heel raar is, dan ja. weet je dus ja. eigenlijk je rekenmachine is Klopt. verkeerd ingesteld. En dan moet je eigenlijk denken, oh wacht, heb ik hem goed ingesteld? En vaak is het antwoord dan nee. Oké, okay. ja. helder. Dankjewel Zeker. nog even voor deze uitleg. Yes. En uh, nou ga volgens mij ja. voor alweer de laatste denk ik dan naar het lightboard. Want volgens mij zijn we daar <coughs> weer uh, eventjes mee bezig. Want alles doen we natuurlijk stap voor stap. En dat moet natuurlijk nog wel te volgen zijn. Dus we nemen er ook even de tijd voor. Maar goed, dan heb je natuurlijk wel een uitleg waar je wat aan hebt. Menno zit weer achter zijn kruk of op zijn kruk? Let's ja, op de kruk. Go. Ja, dat kan ik goed zitten. Ja, zeker. Hey, we gaan het even hebben over uh, dingen met logaritme en ook over asymptoten. Want dat staat eigenlijk heel erg mooi op elkaar aan. Ik ga eerst even uh, opschrijven. Asymptoten, bij wat voor soort functies heb je daarmee te maken? Nou, de eerste soort functie waarbij je asymptoten moet gebruiken, dat zijn de logaritmische functies. Dus de eerste soort asymptoot. De eerste soort asymptoot. Die vind je bij een logaritmische functie. En bij een logaritmische functie heb je alleen maar een verticale asymptoot. Dus bij log geldt, je hebt alleen maar een verticale asymptoot. En die verticale asymptoot die vind je als je hetgene wat tussen haakjes staat bij de logaritme gelijk stelt aan 0. Dus voor die verticale asymptoot doe je dat wat tussen haakjes staat, stel je gelijk aan 0. Nou, even een voorbeeldje. Stel je voor, je hebt de functie f. En f is 2 log van x min 6. Wat doe je dan voor de verticale asymptoot? Dan zeg je: oké, okay, x min 6 moet 0 zijn, want dat dat tussen haakjes staat moet 0 zijn, dus dan ga je dit oplossen. En dan kom je natuurlijk uit op x is 6. Dat is de eerste vorm. Eigenlijk is het heel simpel. Hè? Die berekening is heel simpel. Je moet dit vooral gewoon even weten. En als je het weet, dan is het niet meer zo moeilijk. En dan kun je zo die asymptoot opstellen. De tweede soort functie. Waarbij je een asymptoot hebt, dat is de exponentiële functie. En de exponentiële functie, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de logaritme. En dat is heel handig om te weten, want kijk, de logaritme heeft een verticale asymptoot. De exponentiële functie is het tegenovergestelde. Die heeft dan een horizontale asymptoot. Dus hierbij geldt, je hebt alleen maar een horizontale asymptoot. Je hebt er dus maar één. Hoe vind je die? Nou, daarvoor ga je even kijken naar het losse getal dat helemaal aan het begin of aan het einde van de functie staat. Dus stel je voor dat je de functie f hebt en f is 2 plus 3 tot de macht x min 6 of zoiets. Hoe vind je dan de asymptoot? Nou, voor de asymptoot kijken naar het losse getal aan het begin of aan het einde van de functie. En daarmee bedoel ik in dit geval die 2. Die 2 is het losse getal. Die hadden we ook achteraan kunnen schrijven hè, met plus 2. Dat getal is de asymptoot en dan weet je meteen de horizontale asymptoot is I is 2. Dus voor die exponentiële functie hoef je hem niet echt uit te rekenen. Je mag het gewoon meteen opschrijven. Je zoekt het losse getal op, dat is de 2. En dan weet je meteen die asymptoot is I is 2. De laatste functie waarbij je asymptoten hebt, dat is de gebroken functie. En daar is het iets meer werk. Dus ik ga daarvoor even een klein beetje ruimte maken. Want dan ga ik je even laten zien hoe je die asymptoot kunt uitrekenen. En alvast even een kleine spoiler. Het zijn er twee... Je hebt namelijk bij een gebroken functie een verticale en een horizontale asymptoot. En je moet van allebei heel goed weten hoe je ze kunt uitrekenen. Oké, okay, dus de derde vorm die wij even gaan bespreken, dat is de gebroken functie. En een gebroken functie, die heeft dus twee asymptoten: een verticale asymptoot en een horizontale asymptoot. Nou, we beginnen even met die verticale asymptoot. En wat je voor de verticale asymptoot doet, is dat je de noemer. Dus de onderkant gelijk moet stellen aan 0. Dus dat moet je even goed onthouden. Je gaat de noemer gelijk stellen aan 0. En dat is eigenlijk ook heel erg logisch, want een asymptoot geeft aan wat niet kan. En wat kan er niet als je een breuk hebt? Nou ja, je kan bij een breuk niet delen door 0. Dus wanneer heb je een verticale asymptoot? Als de noemer gelijk is aan 0. Dat ga ik je er even bij zetten. Dus voor deze geldt, noemer is 0. En ook dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Hè? Als je bijvoorbeeld een functie hebt, de functie f, en f is. 2x plus 5 gedeeld door 3x min 6. Ja, wat ga je dan doen voor de verticale asymptoot? Stel je de noemer gelijk aan 0. Dus dan doe je 3x min 6 is 0. Nou, dat kun je zelf oplossen. Hè. 3x is 6. Dus conclusie: x is gelijk aan 2. Zo vind je dus de verticale asymptoot. En eigenlijk is dat de makkelijkste van de twee. Nu gaan we naar de horizontale asymptoot en voor de horizontale asymptoot geldt dat je een heel groot getal voor de x moet invullen. Dus dan ga je een heel groot getal ga je invullen voor de x en dan gebeurt er altijd hetzelfde en dat zal ik even demonstreren. Even hier naar hè. Stel je voor dat de x een miljoen wordt. Want dan gaan we gaan voor de x een groot getal invullen. Een miljoen is best groot, dus dan vullen we voor de x 1 miljoen in. En dan gaan we gewoon even uit ons hoofd uitrekenen wat er gebeurt. Nou, twee keer een miljoen is 2 miljoen. 2 miljoen plus 5 is 2 miljoen 5, maar we doen het uit ons hoofd, laten we het afronden op 2 miljoen. Aan de onderkant, 3 keer een miljoen is 3 miljoen. 3 miljoen min 6, nou dat is ook gewoon ongeveer 3 miljoen. Wat staat er dan? 2 miljoen gedeeld door 3 miljoen en de uitkomst daarvan is ongeveer 2 derde. Dus we kunnen meteen zeggen, als de x heel groot wordt, dan komt hier 2 derde uit. Nou, die 2 derde dat wordt dan onze horizontale asymptoot, maar dat mag je niet zo opschrijven, dan zeg je gewoon, i is 2 derde. Want horizontaal betekent i is. En dan heb je meteen de formule gevonden. En i is twee derde is dus het antwoord. Dus voor die horizontale asymptoot vul je een heel groot getal in voor de x. En dan kan je ook gewoon even met je rekenmachine doen. Hè? Je vult een miljoen in, boven en onder. Dat deel je door elkaar. Dan komt er ongeveer twee derde uit. En dan weet je, dat is het antwoord. Nog even een mooie live hack. Je kunt dat ook heel snel zien. Kijk, als je een groot getal invult, zijn die vijf en die, die zes niet interessant. Dus eigenlijk moet je alleen maar kijken naar de getallen voor de x. De getallen voor de x ga je door elkaar delen. 2 gedeeld door 3 is 2 derde. en dan heb je in één keer het antwoord gevonden. Dit zijn dus de drie functies waarbij je een asymptoot moet kennen. Het is vooral even een feitje, je moet dat even weten, het berekenen is dan eigenlijk niet meer zo moeilijk. Dankjewel, Menno. Mo, bij de chat, is er nog een stukje verwarring dat we nog zo aan het eind van het eindexamenspreker weg kunnen nemen? Nou, niet zozeer een verwarring, denk ik. Maar ja, ik voel me een beetje schuld, want ik had wel eentje toegezegd over de afgeleide, maar dat kost wel iets meer tijd. Dus ik raad die leerlingen aan om bij Meester Mo YouTube-kanaal te gaan kijken, want daar vind je niks. Kijk bij Mevon Menno. Nee, ik heb wel wat filmpjes, maar Menno die heeft daar completere uh, uh, stof. Dus ik zoek nog even de filmpjes op en uh, ga, ga daar uh, nog mee aan de slag. Oké, okay, even checken bij Menno. Je hebt er dus ook een, uh, een filmpje nog over. Ja, opgenomen. zeker. Ja, als, je, als je gewoon even zoekt op afgeleide afgeleide van de machtsfunctie, daar zitten ook de gebroken functies in. Dus als je dat even opzoekt, zo meteen, dan kun je ze allemaal zien en dan werk ik ze gewoon stapje voor stapje uit. Okay. En, ook de, en ook de wortelfunctie? Ja, zeker. Zit er ook in. Ja, dat gaat over de kettingregel. Als je, of als je zoekt op de afgeleide van de wortel, vind je hetzelfde. En dan kom je gewoon die video's tegen. Jullie horen het. Ja, ja het is ook zo moeilijk vakken vinden veel leerlingen en dan moet je ook zelf wel uitleggen. Het kost veel tijd. Het is gewoon bijna niet te doen in een spreekuur. Ja. Maar goed, we moeten straks weer door voor de volgende. We moeten alle niveaus natuurlijk doen. Daarom. Heel veel vakken. Ja, daarom. Um, dus uh, sorry dat we niet alles kunnen doen. Ja. Uh, Menno, jij mag weer ondertussen hier uh, komen staan, uit je zwarte box weg. Dan wil ik ondertussen aan jou vragen, Mo. Yes. Hey, het ultieme, de ultieme examentip volgens jou? Ja, bij uh, voor b is die best wel specifiek, want um... Als je in de eerste vijf minuten van je examen eerst even uh, het hele examen screent op drie woorden: namelijk algebraisch, exact en bewijs. Als je die drie woorden ziet, dan weet je dat je per definitie de opties van de grafische rekenmachine niet mag gebruiken. Uh, maar daar zit vaak niet eens het probleem. Men denkt heel vaak dat je altijd algebraisch te werk moet gaan. Dus ga vooral op het examen kijken waar staan deze drie woorden niet. Dus als er niks staat over algebraisch, exact en bewijs, schrijf dan meteen op je toetsblaadje of op je opgaveblaadje: hier mag ik een grafische rekenmachine gebruiken. Vaak zit je in zo'n examenopdracht en ben je bezig. En dan zit je er lekker in en denk van weet je wat? Ik ga door met algebraische vaardigheden. Terwijl het niet nodig is, kom je niet uit, haal je die punten niet. Dus doe dat aan het begin van je examen. Dat ja. is mijn tip. Helder, hele praktische, goede tip lijkt me. Menno, jouw ja. ultieme tip. Ja, ja, dat is echt voor het einde van het examen. Als je nou eerder klaar bent, ga alsjeblieft niet naar huis. En je wil niet weten hoe vaak ik op examens foutjes tegenkom als 3x3 drie drie is 6 of zo. Dat soort dingen. Dus als je eerder klaar bent en je hebt nog een minuutje of tien over. Ga niet naar huis, hoe verleidelijk dat ook is. Maar ga echt nog even kijken naar de kleine dingetjes. Reken even nog een paar ingewikkelde berekeningen na. Check even of alles echt helemaal klopt. Want je wil daar gewoon geen punten mee verliezen. Dankjewel. Hopelijk hebben jullie daar wat aan. We gaan kijken of Daan, die aan het begin van de show zag, uh, ook wat heeft aan die tips. Daan dus van het Fonds Vité Lyceum in Amsterdam, 17 jaar. Ja, ik begreep, je stond net geen voldoende hè, voor wiskunde, een 5.3. Oh, ik... Je kwam net 0.2 uh, punten tekort voor een voldoende. Geeft dit je nou extra zelfvertrouwen, dit eindexamen spreekuur? Uh, Jazeker. Ik vond het heel duidelijk. En ik vond ook die vraag aan het begin fijn, omdat ik vaak uh, weer vergat hoe dat werkte. Dus ik denk nu wel dat ik, uh, dat ik voor hem moet ik nu een 5,8 of zo halen om voldoende te staan. Ik denk wel dat dat gaat lukken. Een 5,8 ja. is mogelijk. Zeg even... je dat nou? Ja. Wat zegt u? Je zegt een 5,8 is mogelijk? Ja, dat gaat nu zeker wel lukken, denk ik. Ja. En ik zou ook graag nog uh, uh, Menno willen bedanken, want hij heeft me vijf jaar lang geholpen met zijn filmpjes. Daar ben ik heel dankbaar voor. Bedankt. Ja, daarvoor. leuk, leuk, leuk. Heel graag gedaan. Leuk ja. om te horen. Hey, je hebt ook examentraining gehad, toch? Maar dus niet bij Menno. Waar was je geweest? Nee, nee, klopt. Ik uh, was bij Leiden. Had ik, uh, ik had bij Leiden had ik mijn examentraining. Ja. Nee, niet bij Menno, jammer genoeg. En als je dan moet kiezen, waar had je meer aan? In Leiden, waar je waarschijnlijk voor hebt betaald, of dit? Um, ja, nou, ik, uh, dit en ik denk ook die filmpjes met mannen men, natuurlijk, want die hebben me heel erg geholpen. Ook nee, mijn hele, hele schoolcarrière door. Ja. Dus, dat zo, hey, goed zo. En, 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 en vergeet Mo niet hè, hier. Oh ja, natuurlijk, nee, Mo ook. Heel fijn was dat, ja. Ja, top. Hé, hey, dankjewel. Heb jij nog een ultieme examentip die je wilt delen? Um, ja, nou, ik heb vooral voor elk examen wat ik doe, want ik heb ook extra tijd, want ik heb ADHD, dan neem ik vooral soms even gewoon mijn rust. En dan neem ik dus even een minuut, drink wat water en dan ben ik gewoon even rustig. Dan maak ik het meestal beter dan als ik gelijk doorga. Maar dat is meer voor elk examen, zeg maar, niet per se voor wiskunde. En ik kijk even naar jullie, jongens. Heb je daar eventueel ook tijd voor als je dus geen extra tijd ja, hebt? Ja, zeker. Ja, rustig blijven is sowieso heel belangrijk. Hè? Ik ga niet denken: van, wow, dit is mijn wiskunde-examen, het is allemaal heel moeilijk. Blijf gewoon rustig, je hoeft maar de helft van de vragen goed te hebben, dan heb je al voldoende. Dus probeer gewoon ontspannen te blijven. Oké, okay, dus een minuutje rust pakken moet gewoon kunnen. Zeker. Oké, okay, dank jullie wel. En dan was dit het NWS Stories Eindexamenspreekuur voor de HAVO, Wiskunde B. Het volgende Eindexamenspreekuur voor HAVO is zondag pas om 11 uur, dan doen we Geschiedenis. Um, kijk voor het volledige rooster zometeen hieronder de video. Dan check hier ook de tijdscodes, zodat je nog een keer terug kan kijken en makkelijk kan skippen naar de hoofdstukken die voor jou interessant zijn. Bedankt voor nu, ga vroeg slapen en zet hem op. Doei!